Ik nodig uit voor het houden van een toespraak de gewezen president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Bouterse. It is now an honor to invite the former president of the Republic of Suriname, His Excellency Desiree Bouterse, for his special remarks. Goedemorgen allemaal. Dit kan ik nog wel nu wegdoen. Ik dacht voor het geval en een traantje zou vallen. Mag ik alvast diep bedroefde familie, Anna, Warsha en de hele familie Sarjo, namens mijn vrouw, mijn organisatie, maar ook namens het Surinaams volk, condoleren met dit groot verlies. Er is zoveel verteld over Diepo, zoals wij hem noemden. En ik denk dat ik me liever bij die sprekers ga aansluiten, omdat ze verworvenheden, nationaal en internationaal, zo bekend zijn. Er zijn een aantal zaken hier aan de orde geweest. Weet op een bepaald moment, of ik laat me het anders zeggen, ik hield van de discussies met Dilip. Want hij zo fanatiek kon discussiëren, tilde hij bijna de hele stoel op. Maar de volgende dag kon je wel bellen, of hij belde je, Edas Umtaki. En er is natuurlijk een tijd geweest dat we de politieke degens gekruist hadden met elkaar. En er werd een tijd waar er een symbiose kwam en zijn organisatie helemaal opging in de NDP. En ze hadden lang te discussiëren. En op een dag zei hij me, dus ik ga je zeggen dat politiek ding van je is ingewikkeld hoor. Weet je wat we gaan doen? Ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik doe. Ik ga rustig door met mijn zaken. Joris heeft bezig aan politiek gedoe. Soms kan ik kan niet aan die 15, 20 dingen tegelijkertijd denken. Regel dat ding en we blijven wel bij elkaar. En natuurlijk is er ook aangekaart. Er was een hele fanatieke karter. Een hele fanatieke karter. Ik kan me nog erg kan me herinneren dat hij de eerste bouw niet kreeg. Maar dat houden we even geheim. Maar er is nog een habit. Die lep bij Lobby Bori. En dan was het van, kan jij dit, kan jij dat? Ik zei, oké, ik maak een doxa. Hé, mijn biggie hoor, ga jij maar een bonen klaarmaken? Ik ga die doxa klaarmaken. Hij was een geweldige vriend, geweldige vent. En wat heel veel mensen niet weten, wat hij ook niet aan de, zeker aan de grote klok wilde hangen, was zijn diepe sociale bewogenheid, de hulp welke hij echt letterlijk dagelijks verzorgde dat mensen, en dat wilde hij vaak niet, het moet niet weten waar het vandaan komt, enzovoort, was een geweldige vent. We gaan hem allemaal missen. We gaan hem verschrikkelijk missen. We kunnen allerlei mooie woorden hier zeggen. Ik wil dat slot besluiten. Door de bedroefde familie. In dit geval Spenna, speciaal mevrouw Henna. Morgen wordt de enorme leegte. En al die mooie woorden. Al die diepzinnige woorden. Zullen vervagen. Er komt een moment dat u zich zult moeten verstaan met de almacht om door te kunnen gaan. En ik weet dat in de spirit en de kracht van deze grote Surinamer, en ik ben heel erg blij dat we met echt staatseerbetoon ten grave kunnen dragen. Of kunnen cremeren straks. Het tweede wat ik wil zeggen,
is dat ik de voorzienigheid dankbaar ben dat ik op mijn levenspad deze grote geest ben tegengekomen en me mocht scharen onder de vele vrienden die hij had. Dilip, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Bedankt voor wat je voor Suriname gedaan hebt. Bedankt voor wat je voor mij gedaan hebt. Het gaat goed in een nieuwe dimensie. En wakabon mati. Tot ziens. Thank you. Mag ik thans uitnodigen?